Maar we kijken eerst nog even terug op de gebeurtenissen rond die ontvoering, nu alweer 2 jaar geleden. ...30 november 1983. Vermoeid en gespannen zwaaien Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen naar de verzamelde pers. Het is het einde van een angstig avontuur dat 21 dagen had geduurd. Heineken en Doderen werden op de avond van de 9e november... door 3 gewapende mannen ontvoerd bij het hoofdkantoor van de brouwerij in Amsterdam. Via gecodeerde advertenties in de krant zochten de ontvoerders contact met het bierconcern. Er was sprake van een losgeld van ruim 30 miljoen gulden. En dat losgeld werd ook inderdaad betaald. Maar bijna gelijktijdig deed de politie een inval in een loods op een Amsterdams industrieterrein, waar Heineken en Doderen 3 weken lang waren vastgehouden onder middeleeuwse omstandigheden. Ze zaten ieder afzonderlijk in een speciaal geconstrueerde isoleercel, geketend aan kettingen. De politie zette een grootscheepse actie op touw en al snel werden diverse arrestaties verricht. Een groot deel van het losgeld werd teruggevonden op adressen van verdachten en begraven in de bossen bij Zeist. 3 verdachten zijn inmiddels veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. 1 van hen wist eind vorig jaar uit de gevangenis te ontsnappen en die is nog steeds voortvluchtig. De 2 overigen zitten hun straf nog uit. Maar de 2 hoofdverdachten, Van Hout en Holleder, die worden beschouwd als het brein achter de ontvoering, werden kort na de bevrijdingsactie van Heineken en Doderen in Parijs opgepakt. Daar hebben ze tot verleden week in voorarrest gezeten in de Santé-gevangenis. Nu wachten ze in een hotel in Beauvais op uitwijzing. Ja, en gedurende de 2 jaar dat de verdachten in Frankrijk in voorarrest zaten, heeft Nederland geprobeerd de 2 uitgeleverd te krijgen. Maar zoals bekend heeft de advocaat Moscovici een paar mazen in de wet ontdekt. Het uit 1895 stammende uitleveringsverdrag met Frankrijk zegt namelijk niets over ontvoering. En daardoor zou uitlevering alleen plaats kunnen vinden op grond van het misdrijf schriftelijke bedreiging. En daarop staat hooguit 4 jaar gevangenisstraf. En met aftrek van voorarrest en met de voorwaardelijke invrijheidstelling zouden ze nog maar 10 maanden hoeven te zitten. Maar Nederland wil de mogelijkheid openhouden om de 2 verdachten voor alle gepleegde strafbare feiten te kunnen berechten. Maximaal kan dat een gevangenisstraf betekenen van 12 jaar. Om dat te kunnen bereiken heeft Nederland vrij onverwacht het verzoek tot uitlevering weer ingetrokken. In Frankrijk zijn Cor van Hout en Willem Holleder nu ongewenste vreemdelingen en ze zullen binnenkort waarschijnlijk worden uitgewezen. In het bijzijn van hun advocaat Moscovici spraken wij met de 2 verdachten. Meneer Moscovici, wat bent u nu allemaal eigenlijk aan het schrijven? Nou, als u dit hier bedoelt, ik noteer hier net dat wij in Frankrijk zijn en dat Frankrijk een rechtsstaat is. Dat is wel gebleken en zoiets van vive la France zou je kunnen zeggen. Vive la France, dat moeten die jongens dadelijk gaan zeggen tegen nou, de pers. Dat weet ik niet, maar ik zou het wel kunnen begrijpen, want er is hun hier in Frankrijk in ieder geval recht gedaan. En waarom moeten ze dan vive la France roepen? Nou, omdat hun in Frankrijk recht gedaan is. Maar vooral ook om de gemoederen hier niet op te hitsen en verkeerde dingen te zeggen. Nou, dat is op zich ook niet onverstandig natuurlijk. Als ze nou zeggen dat ze niet goed behandeld zijn in Frankrijk, wat zou dan voor hun het gevolg kunnen zijn? Nou, ze zijn al ongewenst vreemdeling en het zou hun positie kunnen verzwakken. Ik moet natuurlijk het eerste naar de cliënt. Ja, nee, tuurlijk, maar ja. Daarna. Dat ze dan eerst foto's doen en dan praten. Weet dat niet? Hè? Ik denk dat wel. Nou, ik wou het even horen. Je bent al bij de cliënten geweest? Ja, dat is niet hoor. Oh, ze zijn hier. Dag, meneer. Dag. Goed. Dag. Dag. We willen maar even hier rustig met elkaar spreken. Als jullie nu even naar buiten gaan, dan zullen we zo direct jullie gelegenheid geven. Wilt u nu naar buiten gaan? Wilt u dat dan ook doen, als we dat vragen? Dank u wel.
Waar is die telefoon? Ja, pik je. Wat is uw reactie op het besluit van de Franse regering? Ja, mijn reactie is gewoon ja. De Franse regering die heeft gewoon de wet gerespecteerd. En die heeft gewoon het allemaal volgens de regels gedaan. Die heeft alles keurig en netjes behandeld. En daar ben ik heel tevreden over. Wat ga je nu doen? Ja, wat ik nu ga doen. Ik ga mijn advocaten heel hard raadplegen en heel hard aan het werk zetten. Om te proberen Jan toch naar Holland te komen. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we in ieder geval proberen. Ja, want de Franse regering, of de Franse, hoe zeg je, de conservataat, dat is de hoogste rechtspraak. Die heeft de uitspraak gedaan dat wij naar Holland gaan. En voor het Hollands publiek. Dat houdt in dat we in Holland voordat tot 4 jaar kunnen worden. Ja, maar als je in Holland bent gewoon, dan pakken ze je daarop voor iets anders en dan wordt het 12 jaar. Nee, ik weet dat niet. Ik weet überhaupt niet of wij dat wel... Of wij wel berecht kunnen worden in Holland. Je hebt toch meneer Heineken ontvoerd en meneer Doderen destijds? Nou, daar heb je geen commentaar op. Er zijn mensen die vinden dat je wel berecht moet worden. Ja, dat moeten die mensen wezen. Iedereen moet het recht respecteren zoals het is. En vooral de rechtspraak zelf. Maar waar heb je het over? Waar ik het over heb, dat is als de rechtbank zegt... Of de hoogste... hoe zeg je het nou precies? De hoogste rechtsstaat. Ja, ja. Misschien mag ik het zo verwoorden. Het is ook niet zo makkelijk hè, om voor cliënt om dat te verwoorden. Wat hij wil is dat hij in Nederland berecht wordt... op basis van de uitspraak van de hoogste Franse rechter. Daar hebt u het in een nutshell. Daar komt het op neer. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Maar in Nederland ben je de hoofdverdachte met Willem... betrokken bij de ontvoering van meneer Heineken en Doderen. Ja, als je verdacht bent, ben je nog niet schuldig. Je zegt dat je er niets mee te maken hebt. Ja, dat zeg ik niet. Maar als je verdacht bent, ben je nog niet schuldig. En ik vind gewoon dat het recht gerespecteerd moet worden. Vooral het recht van de hoogste rechtsstaat, dat in Frankrijk gesproken is. En ik ben gewoon heel blij dat er eigenlijk recht gesproken is. Hier in Frankrijk. En ik hoop dat Holland het ook doet. Is het niet zo dat je een beetje geluk hebt gehad ten opzichte van je vrienden in Holland... omdat hier toevallig die uitlevering niet geldt? Ja, wat is geluk? Hebben we misschien geen ongeluk gehad? Zou ik je het ook stellen? Denk je eigenlijk nog wel eens terug aan hoe meneer Heineken zich gevoeld heeft destijds? Ja, daar heb ik geen commentaar op. Heb ik geen commentaar op. Daar denk je niet aan. Daar heb ik geen commentaar op, zeg ik. Heb je nou iets geleerd van die periode hier in Frankrijk? Ja, ik heb heel veel geleerd. Ik heb 2 jaar in een van de zwaarste gevangenissen van Europa gezeten. Om te procederen tegen het feit... dat we naar Holland geëxtradeerd kunnen worden. Dat je onschuldig bent? Dat ik onschuldig ben, dat ik volgens de wet naar Holland uitgeleverd word. En de wet moet gerespecteerd worden door iedereen. Je hebt 2 jaar een moeilijke tijd gehad. Meneer Heineken en meneer Doderen hebben ook enkele weken een moeilijke tijd gehad. Nou, je zegt het precies. Weken en jaren zijn een klein beetje verschil. Maar voordat je aan zoiets begint of betrokken raakt bij zoiets... dan kun je dit toch verwachten of niet soms? Ja, daar heb ik geen commentaar op. Nou, dit was het eigenlijk. Wat ik maar stel nou dat je naar een ander land moet, omdat Nederland en ook mensen in Nederland vinden dat je misschien toch betrokken bent geweest, laat ik het dan zo voorzichtig uitdrukken, wat heel ernstig is. Ja, wat u zegt is allemaal heel ernstig, maar de wet moet gewoon gerespecteerd worden door Holland ook. Frankrijk heeft de wet gerespecteerd en dat moet door iedereen gerespecteerd worden. Want waar blijven we dan? Maar als je in Nederland niet toegelaten wordt, tenzij je weer opgepakt wordt, zeg maar. Waar zou je dan naartoe kunnen? Ja, dat zijn we nog aan het uitzoeken met de advocaten. Het liefst ga ik gewoon naar Holland terug, hoe het besproken is bij de Franse Raad van State. Dan nog 10 maanden zitten en dan af? Ja, 10 maanden zitten, gewoon mijn straf aan zitten. Als ik die zou krijgen.
Dus die maar je kunt nu toch ook naar een ander land? Nou, dat weet ik niet. Dat moet ik met mijn advocaat bespreken. Je hebt toch geld zat? Ik heb geen geld. Als ik geld had, had ik hier niet gezeten. Dan was ik al weg geweest. Er zijn nog enkele miljoenen die niet boven tafel zijn. Ja, maar wie zegt dat die bij mij zijn? Ik heb er misschien wel helemaal niets mee te maken. Ook dat moet nog uitgezocht worden in Holland. Je hebt er niets mee te maken? Misschien heb ik wel helemaal niets mee te maken. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden in Holland. Je zegt misschien. Ja, nou, je kunt misschien even beter met elkaar spreken. Hoe ervaar jij deze hele periode eigenlijk? Och, ik heb er weinig commentaar op. Het enige wat ik wil zeggen, het is hoop dat ik eventueel naar Nederland kan gaan. Op de feiten die de Conseil d'État beslist heeft. En voor de rest, ja, is het een zaak via de advocaat. En ja, ik ben juridisch niet onderlegd, dus ik weet er verder niets van. En ik bemoei me daar verder ook niet mee. Heb je eigenlijk spijt van het hele gebeuren? Daar heb je geen commentaar op. Ik vind ook niet, ik vind dat geen juiste vraag. Het is wat je in het recht een strikvraag noemt. Als je spijt van iets hebt, moet je het gedaan hebben. En de cliënt heeft zich ten opzichte van de schuldvraag niet uitgesproken. Hoe zijn jullie behandeld hier in Frankrijk? De wet heeft ons ze hebben ons gerespecteerd, de wet. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hoe slecht we ook in de gevangenis hebben gezeten. We hebben ons recht gehaald. En dat is eigenlijk het hele belangrijkste. Gewoon stoppen. Nou, dit was het eigenlijk. Was het voor jullie onverwachts eigenlijk dat je opeens wegkomt? Nou, ik wou het hierbij laten als ik het niet erg vind. Prima. Bedankt. Ja. Je zei me gisteren aan de telefoon dat je vervelend behandeld was. Ik heb mijn recht gehaald. En Frankrijk heeft recht gesproken. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik hoop dat Holland het ook doet. Want er zijn natuurlijk wel een democratie waar recht gesproken wordt. En zo is het. Iedereen moet het naleven. En vooral de staat zelf. Want er blijven dan als iedereen het niet doet. Dat was het. En dat betekent dus... Ja, dat was het hoor. Ik vraag je wat menselijke dingen. Ik bedoel, je zit hier toch niet voor niets, neem ik aan. Ik ben niet verplicht verder nog iets te zeggen. Ik heb verder niets te zeggen. Ik heb het diverse malen gezegd. Ik hoop dat u me verder niet lastig meer valt. Ja, ik ben hier met mijn advocaat en laten we het zo houden. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez sortir. Oui, monsieur. De wet moet worden gerespecteerd. Dat klinkt op zijn minst wat ironisch uit de mond van deze twee heren, die er toch van verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een van de zwaarste misdrijven die je kunt plegen. Hun advocaten gaan nu zelfs een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat om die uitlevering alsnog te laten doorgaan. Ze vinden het juridisch onjuist dat Nederland daar nu van afziet. Nederland heeft immers 2 jaar geprocedeerd. Nu mogen ze uitgeleverd worden en nu wil Nederland ineens niet meer, omdat ze daar niet voor de hele ontvoering berecht kunnen worden en maximaal maar 4 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De Nederlandse justitie vindt dat de twee verdachten waar het nu om gaat net zo berecht moeten worden als de andere ontvoerders en die kregen gevangenisstraffen tot 12 jaar. Nederland rekent erop de twee toch wel in handen te krijgen, omdat ze vrijwel nergens anders terecht kunnen. Een tactiek die de advocaten nu weer willen ondergraven. Een justitie en een officier hebben eenmaal en andermaal gezegd, wij krijgen ten volle die uitlevering voor elkaar. Hebben ook 2 maal gelijk gekregen bij de rechter hier. Uiteindelijk niet. Om dan te zeggen, nou gaan we naast de wet staan. Nou doen we maar alsof we niks gevraagd hebben. Want het komt ons nu niet goed uit, dat vind ik onbegrijpelijk. Ik kan me niet voorstellen dat dat juridisch op kan gaan. Je moet je houden aan je gedrag. Als je eerder was opgehouden, voor uitspraken, omdat je zegt dat zou wel eens fout kunnen gaan, dat zou wel eens kunnen gaan blijken dat dat ons een zeer onwelgezinde uitspraak wordt, dan zou ik me nog kunnen voorstellen, maar ik denk dan ook al dat dat gedrag, hoe lang heb je een bepaalde houding volgehouden, mee gaat spelen. Maar hier heb je de uitspraken, alle uitspraken, afgewacht. En dan doe je net alsof ze er niet zijn. En zeg je, ga je gang. En we pakken je wel eens een keer. Of niet. Je maakt mensen rechteloos. Je maakt ze outcast. Je doet alsof ze niet meer bij Nederland horen. Daarom heb je geen strafrechtspleging. Een rechtsongelijkheid zijn ten opzichte van die andere mensen. Die dan ongetwijfeld. Natuurlijk is het dat. Als zij veroordeeld zouden kunnen worden. Ik kan me daar niet over uitlaten en het hoeft ook niet. Stel voor dat zij door de rechter... Advocaat letterlijk van de duivel.
Nou ja, als ze voor al die feiten veroordeeld zouden kunnen worden, maar het blijkt dat je er een stuk af moet laten, is er een stuk rechtsongelijkheid. Er is heel veel rechtsongelijkheid. Daar hebben wij als advocaat triomf voor u. En dan is het soms wel leuk voor een advocaat dat hij zegt, ik heb jou goed kunnen helpen daarmee. Kunt u zich ook voorstellen dat in Nederland toch een heleboel mensen anders denken en wel willen zien dat ze goed berecht worden? Dat kan me heel goed voorstellen. Daarom denk ik ook dat het voor al die mensen die zo denken een klap in het gezicht is om te moeten horen dat justitie, de officier van justitie, de minister zegt, wij doen gewoon niks. Wij veroordelen je misschien wel nooit, omdat we je niet pakken. Ik begrijp dat het voor hen een tegenvaller is geweest, maar de beslissing om het in te trekken door de minister, die is wel overwogen genomen. Er waren twee belangrijke argumenten voor. In de eerste plaats dat het feit waarvoor uiteindelijk de Franse Raad van State de uitlevering heeft toegestaan, staat in geen verhouding tot het hele feitencomplex. En in de tweede plaats zijn er mede verdachten geweest die tot veel andere straffen zijn veroordeeld. En die rechtsgelijkheid die zou in het gedrang komen. En die argumenten blijven overeind staan. Het is dus duidelijk de bedoeling geweest om dit zo te spelen dan? Nou, dit was het alternatief wat op een gegeven moment op tafel lag. En hiervoor is gekozen, heel bewust. Met andere woorden, u wil die twee hoofdverdachten alsnog voor alle feiten voor de rechter krijgen? Dat is juist. Daar is altijd het streven voor geweest. Maar nu gaan zij via een kort geding proberen dat ongedaan te krijgen en toch op basis van de Franse uitspraak te komen. Is dat haalbaar, denkt u? Daar kan ik geen voorspelling over doen. Uiteraard is alles onder ogen gezien voordat de beslissing tot intrekking is genomen. En wij denken dat dit een goed pleitbare zaak is. En de argumenten daarover, die zal men dan vernemen van de landsadvocaat. U had dat kort geding dus al ingeschat? Daar is op zichzelf natuurlijk wel over nagedacht voordat je de beslissing tot intrekking neemt, ja. U bent er zeker van dat die twee hoofdverdachten hier in Nederland voor de rechter komen te verschijnen? Zeker van zijn ergens is heel moeilijk in dit verhaal.